Als wij uitgaan van de landelijke cijfers, landelijk zitten er ongeveer 400.000 eczeempatiënten. Heel veel patiënten zijn bekend bij een huisarts. Wat we hier gedaan hebben is een stukje lotgenotencontact. Mensen een stukje bagage mee proberen te geven over hoe ga je ermee om, wat kan je er zelf aan doen en hoe kan je jezelf opstellen. Het hoofdthema was zelfmanagement, maar dat hebben we een beetje uitgespit in kwaliteit van leven, criteria van de Wereldgezondheidsorganisatie heb ik benoemd. En we hebben het gehad over coping, hoe ga je met je huidaandoening, met constitutionele eczeem om. Heel erg tevreden. Ja, er kwamen hele andere dingen uit die ik had verwacht. Er kwamen ook hele concrete dingen uit van kan ik mijn was anders doen en dat soort zaken. Maar ook over alternatieve geneeswijzen, de relatie met een huidarts, hoe ga je daarmee om, assertiviteit. Ik vond een breed scala van vragen en ja, ik vond de deelname geweldig, want daar ben ik afhankelijk van. En het aardige is ook, het zijn allemaal ervaringsdeskundigen, dus ik kan hier en daar misschien wat aangeven, maar met elkaar delen als ervaringsdeskundige en daar vooral ook de kennis en ervaringen mee te delen, nou, dat is de winst vaak van zo'n avond. Wij proberen dit soort avonden nou in ieder geval jaarlijks te organiseren. Ook een internetforum daarin zitten waar patiënten ervaring met elkaar kunnen uitwisselen. Heeft een voordeel voor de patiënt van ik ben lekker anoniem. Ze kunnen altijd uiteraard met ons contact opnemen of even bellen. Als je daar je vragen neerlegt, komen die altijd bij ons terecht.